Ik ben Bobby, ik ben verpleegkundige en ik werk op Boogt IC. Wij zijn een woongroep met EMB-cliënten, ernstig meervoudig beperkte. Het functioneren niveau is ongeveer tot 1 jaar. En we hebben 2 cliënten die daar net buiten vallen, die wat hoger niveau zijn. En dat maakt het juist afwisselend. Nou, wat ik heel erg leuk vind aan de Hijgraaf is dat wij een big team hebben hier. En als verpleegkundige mag ik daar verpleegtechnische handelingen doen, wat ik wel heel erg interessant vind. Dus ik sta niet alleen op mijn eigen groep, maar kom ook nog op de rest van de woningen. Ik heb eerst stage gelopen op Boogt IC. In eerste instantie vond ik de gehandicaptenzorg eigenlijk niks. Maar naarmate ik er langer was, vond ik het steeds leuker worden. Toen heb ik nog even geproefd van de ouderenzorg en van een andere organisatie. Maar dat viel mij niet zo zoals hier bij Reinaerde. Ik heb als verpleegkundige hier dagdiensten en avonddiensten. De nachtdienst hebben wij gelukkig een vast nachtdienstteam voor. Dus dragen wij 's avonds over en dan kunnen wij lekker slapen. Ja, wat ik ook heel fijn vind is dat ik mag mezelf hier verder gaan ontwikkelen. Ik mag straks HBOV gaan doen en dat vind ik wel een hele mooie kans dat ik dat hier mag doen. De sfeer binnen ons team is erg leuk. We hebben een vrij jong team. Dat maakt dat we ook wel heel veel dingen uitproberen, zoals nieuwe smart inco's zijn we mee bezig. En we hebben een pilot draaien met digitaal medicatie aftekenen. Wat mij een goed gevoel geeft op een dag is als ik de kleine successen kan zien bij mijn cliënten. Als ze mij een glimlach teruggeven, als ik weet dat ik alles heb gedaan wat die dag mogelijk is om hun dag zo fijn mogelijk te maken.